Heilige Boontjes is een reïntegratieconcept die door middel van koffie jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt reïntegreert. Jongeren met een randje, jongeren die hulp nodig hebben, die coaching nodig hebben, jongeren net zoals ik, die de balans van hun leven kwijt waren en door middel van coaching, door middel van een reïntegratieconcept weer de terugweg vinden naar de maatschappij, naar school, naar werk of een combinatie van deze twee. Denk aan agressie, autisme, schulden, geen dak boven zijn hoofd of haar hoofd. Tienermoeders, jongeren die helaas ouders hebben verloren, die psychische stoornissen hebben, die verslavingsproblemen hebben. Jongeren met een randje, jongeren die gewoon hulp nodig hebben om hun terugweg weer te vinden naar de maatschappij, naar werk, naar school. Ik ben in eerste instantie als timmerman bij Heilige Boontjes gekomen, totdat ze me gevraagd hebben, willen jullie meewerken aan deze project? Maar ze wilden wat meer begeleiders hebben, mensen die echt van die wereld komen en daar verstand van hebben. Daarom hebben ze me gevraagd om als adviseur of begeleider de jongeren te begeleiden. Probeer ik ook een voorbeeld te zijn voor de jongens. Want als jij tegen hun zegt van je moet stoppen met criminaliteit, zeggen ze ja, waar heb jij het over? Jij kent mij niet. Jij weet niks over wat mijn levensweg is. Als ik ze mijn verhaal vertel, dat ik vroeger begon als wapenhandelaar op mijn 17e, en ik ben nu 47, dan schrikken ze. Want dat hadden ze niet van me verwacht. Ze weten, ze zien van oké, jij bent niet standaard jongen. Je bent ook wel van de straat, maar je bent ook wat ouder, dus je bent ook wat aangepaster. En zodra ze mijn verleden horen, dan zullen ze ook meer respect krijgen en inzien van hey, luister eens. Als Paulo het kan, dan kan ik het ook. Op een gegeven moment was ik gepakt met wapens. En dan praat ik over 1992. Toen hadden wij een heel groot conflict met Joegoslavië. Maar ik was nog vrij jong, dus nog geen 18. Dus die straf was mild. Toen daarna ben ik weer doorgegaan. En toen kreeg ik een andere aanbieding. En dat was cocaïne. Maar stel je voor, jij bent mijn werkgever. En ik heb al die dingen gedaan. En ik vertel dat tegen jou. Zou je me aannemen? Je kan je voorstellen dat de twee initiatiefnemers, Rodney van den Hemel en Marco den Dunne, de ene is sociaal medewerker, makelaar en ervaringsdeskundige, dat is Rodney, dus ook een jongere met een randje, hij had vroeger ook problematiek, en de ander is politieagent en jeugdcoördinator. Het is een hele mooie en frappante samenwerking, wat tot stand is gekomen, dat ze hebben de stoute schoenen aangetrokken en ze zagen dat reïntegreren anders kon en anders moest. En zijn ze dat gewoon gaan starten. De sfeer hier is heel familiair, heel broederlijk, heel erg fijn, heel erg liefdevol, begripvol. We zijn bezig om de jongeren te stimuleren, om ze te motiveren, om ze te enthousiasmeren en te complimenteren. We zijn bezig met de jongeren om te kijken wat ze vooral wel kunnen en niet iedere keer erop hameren en erop drukken wat ze niet kunnen, wat ze moeten verbeteren. Dus de sfeer hier is fantastisch, familiair. Super lief. So Robin als mijn partner was gekoppeld. Als iemand hier binnenkomt, je wordt met iemand gekoppeld. En dat was Robin eigenlijk. En voor mij was Robin ook best wel heftig. Want hij was best wel streng met mij in het begin. Wat echt een beetje, we gingen altijd wachten. Maar ja, dadelijk toen ik hem leren kende, was dan ging het een beetje goed te worden. En zo ging het eigenlijk en daarna cursus gevolgd en nu ben ik een van de hoofdbaristen hier. Ik geef iedereen dat heel hard training en dus in onze koffie maken. Ja. En nu ben ik shiftleader eigenlijk, leidinggevende van HB Inkom. Sinds 2015 heb ik uitkering aangevraagd. En ik dacht dat misschien ze gaan me helpen met de baan te vinden, iets te vinden, maar dat was niet gelukt. Toen zat ik jaar weer thuis. Ik blijf mijn uitkering krijgen, dus. Maar ze hadden voor mij niets gedaan. Dus opeens kom ik haar gewoontjes tegen. Toen ze hier op deze locatie begonnen waren. En toen heb ik weer zelf gevraagd van de coaches. Kan ik hier niet kan werken als vrijwilliger? Dus dat had meer aangewend. Dus heb ik binnen een maandje had ik gewoon hier. Kan ik hier, was ik begonnen met werken. Nu een paar jaar later, een paar jaar verder. De beste barista van Heilige Boontjes. Een van de betere in heel Nederland durf ik te zeggen.
super gemotiveerde, zelfverzekerde, lieve, jonge man die een van de beste bak koffie van Nederland zet. Barista zijn is, wat we eigenlijk twee gedeeltes. Wij zijn niet alleen baristas, we moeten ook mensen die we krijgen via gemeente, we moeten ook een begeleider soort van. Dus zoals Robin heeft mij begeleid, ik krijg andere jongeren en dan moet ik hun begeleiden eigenlijk. En dan dat is mijn voorbeeldfunctie eigenlijk, dat ik hun moet eigenlijk ook een soort voorbeeld geven. Hoe ik heb mijn leven verbeterd, moet ik het ook een beetje verbeteren. Okay, dus dat vind ik leuk, want ga je zeggen, dan was ik niet gebleven als het alleen voor barista was. Maar ik ben ook een jongere geweest die uit zo'nzelfde hoek komt, die ook een randje heeft. Dus er is heel snel affiniteit met de jongeren, omdat de jongeren zien en voelen dat ik niet alleen dit doe om een salaris te verdienen, maar ook omdat ik echt jongeren wil helpen. Dus zo kan je zien dat als je een kans krijgt en hem ook aangrijpt en gemotiveerd initiatief toont, dat ieder individu kan leren van zijn fouten en tot de conclusie kan komen als succesverhaal. Een van de succesverhalen ben ik zelf, omdat ik 6 jaar geleden ben begonnen als reintegrant. Er was heel veel met me aan de hand. Ik ben crimineel geweest, ik heb een crimineel verleden, ik heb veel fouten gemaakt. Ik heb heftige ontstekingen gehad in mijn lichaam, ik ben een zware blower geweest. Ik ben agressief geweest, ik heb mensen pijn gedaan. Mijn vader die heeft zelfmoord gepleegd, ik was een kern van negativiteit. En alle negativiteit kwam op dat moment in een bepaalde periode, in een korte periode op me af. En ik had gewoon een plek nodig, een oprechte plek, een oprechte persoon, een oprechte reïntegratieproces en traject nodig om met deze problematiek te dealen. Dat was 6 jaar geleden. Dat is mede dankzij het traject Heilige Boontjes gelukt. Natuurlijk ook door vanwege eigen inzet en motivatie. En nu 6 jaar later ben ik de bedrijfsleider van Heilige Boontjes. Dus... Nu zit ik al 5 jaar hier. Ik heb vast contract, ik heb een mooi leven. Ik ben pas getrouwd, dus gaat alles goed. Ja. Ik heb een mooie auto en binnenkort heb ik mijn eigen huis. Ik ben een beetje aan het sparen voor mijn huis. Dus als het goed is, dan heb ik een paar jaartje voor mijn eigen huis. Ja. Gaat echt goed, ja. Sinds mijn Heilige Boontjes ben ik ook schuldenvrij. Ik had aardig wat, en praat ik over duizenden euro's, aan schulden. Daar heeft Heilige Boontjes me ook bij geholpen. Al die dingen is eigenlijk alsof je aan een topsporter bent. Met een grote, zware zak op je rug. Je ontwikkelt maar veel te langzaam. Door al die dingen weg te nemen, kan je vele malen effectiever je punt bereiken. Dat is met Heilige Boontjes. Het is niet alleen voor de jongeren, maar het is ook voor mij persoonlijk. Zeker van waar ik vandaan kom en waar ik nu ben. Dus Heilige Boontjes maakt voor mij ook de deur open. Waardoor ik ook in een betere buurt ben gaan wonen. Een beter salaris, een betere toekomst, perspectief. Wij zijn gewoon een bedrijf die als doel heeft om winst te genereren. Niet om een duurdere auto te kopen of een duurdere huis te kopen, maar om het geld wat we verdienen met de BV, dus de winst die we genereren, om dat weer terug te pompen in het bedrijf, zodat we weer meer werkgelegenheid creëren. Maar wij helpen alle jongeren die we kunnen helpen. We zijn aan het uitbreiden. Des te meer werkgelegenheid er wordt gecreëerd door middel van omzet, des te meer plekken er zijn voor de jongeren. Inmiddels 6 jaar bestaan we. Ieder jaar worden het er steeds meer. Dus steeds meer jongeren die we begeleiden, helpen en succesvoller worden.